Goedemorgen, majesteit. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, majesteit. Nou, als eerste goedemorgen, majesteit. En super bijzonder dat u de tijd neemt om ons verhaal te horen. Ja, en van, joh, hoe is het begonnen? Ja, en hoe is het verbeterd? Tot het echt iets is het voor iedereen? Dat is ook mijn vraag. En ja, hoe kunnen we dat echt even misschien mogelijk maken voor meer mensen? Ja, het is zo dat wij bij GGZ Noord-Holland Noord zijn we al in 2008 hebben een start gemaakt met het beeldbellen. Er kan bijvoorbeeld een deel van de behandeling vervangen worden door online behandeling, maar het is ook mogelijk om 100% online behandeling te ontvangen. Nou ja, DigiTeam maakt het mogelijk samen met het nachtzorgteam dat er 24 uur per dag een hulpverlener klaar zit. En dat cliënten eigenlijk met één druk op de knop contact kunnen leggen met een hulpverlener. Ja, geweldig. Dus 24 uur is het? Of, ja, 24 uur per dag. Dus, en ook in de weekenden, feestdagen. Arielle, zou jij misschien de koningin iets kunnen vertellen over hoe lang je al gebruik maakt van telezorg en op welke momenten je het inzet? Ik gebruik de telezorg nu een jaar, ongeveer. Een jaar plus. En ik heb een bipolaire stoornis. Dat wil zeggen dat het in periodes af en aan gaat. Dus ik gebruik het best wel vaak, als ik een beetje depressief ben, om een duwtje in de rug te krijgen om eruit te komen. Maar als ik aan de hyperkant ben of aan de manische kant ben, om juist te dienen, om juist te dempen. Dus het kan zo zijn dat je me 2 weken niks van me hoort, maar het kan ook zo zijn dat ik 3 keer per dag bel. Ja, fantastisch. Mevrouw Stropper, wat is uw ervaring? Mijn ervaring is ongeveer hetzelfde. Ik heb dan wel te maken met psychoses, hele heftige psychoses heb ik gehad. En telezorg maakt, als je alert genoeg bent en zelf in kan bellen, maakt wel dat je terecht kan voor een praatje, een stukje steun. Maar ook dat het 24/7 is echt van belang. Het is alsof je altijd een handje hebt als je echt even kan leunen. Ja, dat klopt. Ja, fijn. Fijn om te horen. Dan wil ik u heel graag, majesteit, heel erg bedanken voor de deelname aan dit gesprek. Ja, heel goed. Nou, dank voor uw tijd en ook voor uw openheid. En ik wens u echt alle beste ook de organisatie toe en alle medewerkers. En nou, gaat u goed. En geluk in uzelf. Dag.